Ruim 1000 betogers verzamelen zich rond 2 uur vanmiddag op de Dam om steun te betuigen aan de Palestijnen in het conflict met Israël. Ik vind dat erg wat gebeurt nu in Palestina en wat doet voor Israëlische mensen. En willen allemaal dat niet meer Palestijnen in Israël. En alle Palestijnse mensen moeten weg. Ik ben de geschiedenisboeken die ik op de middelbare school heb gelezen nog eens nagegaan. En het is opmerkelijk dat daar met geen woord over de Palestijnen wordt gesproken als het gaat om de geschiedenis van Israël. Palestina, free, free! I'm here for my brothers in Gaza en Palestina. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn ruim 180 mensen omgekomen, onder wie tientallen kinderen. Zaid Talbani. 4 jaar! De namen worden 1 voor 1 opgelezen. Als je kijkt wie er eigenlijk allemaal doodgaan, het zijn gewoon de onschuldige burgers. Er zijn al zoveel kinderen dood. Ik heb zelf jonge kinderen. Als je die beelden ziet, ja, dat is echt, ja, dat is heartbreaking. Dat wil je, dat gun je niemand niet. Free, free, Palestine! Rond 3 uur verlaten de demonstranten de Dam voor een tocht door de stad. Het blijft rustig. Deze kleine groep pro-Israël betogers, een paar honderd meter verderop op het Beursplein, wordt ook met rust gelaten. Ook in andere steden waren vandaag pro-Palestijnse demonstraties.